Hola, ¿qué tal? Leuk dat je kijkt. Ik ben Floris, ik ben reisbegeleider voor Saladin. Maar nu even niet. Net als de rest van Nederland zit ook ik aan huis gebonden door het even niet gereisd. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop we kunnen terugblikken op de mooie reizen die we in het verleden gemaakt hebben. Dit kunnen we doen door foto's, door souvenirs. En we kunnen dit natuurlijk ook doen door de buitenlandse keuken bij ons naar binnen te brengen. En dat is wat ik vandaag van plan ben. Ik ga namelijk Peruaans koken. De Peruaanse keuken is bijzonder ondervertegenwoordigd in de Nederlandse restaurantscene. In Arnhem, waar ik op dit moment verblijf, hebben we geloof ik geen Peruaanse restaurants. En dat is eigenlijk best wel onterecht, omdat het een van de beste keukens ter wereld is. Ik ga vandaag voor jullie de Peruaanse ceviche maken. Het exacte recept vind je in de bio hieronder. Een goede Peruaanse ceviche bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel 1, de bijgerechten. Daarvoor hebben we tortilla chips, mais, mag gewoon uit blik, en last but not least, la papa, de aardappel. Hartstikke Peruaans. In Peru alleen zijn er al 3500 verschillende aardappelsoorten. Niet voor niets is een van de belangrijkste uitdrukkingen in Peru: soy más peruano que la papa. Wat zoiets betekent als: ik ben nog Peruaanser dan de aardappel. 3500 van deze jongens dus. Dit is de zoete aardappel die ik hiervoor gebruikt heb. Gaan we door met het belangrijkste ingrediënt. Dat is namelijk de vis. In Peru gebruiken ze heel veel corvina. Wat zich laat vertalen naar het Nederlands als zeebaarsfilet. Dus ik heb hier van de markt verse zeebaarsfilet gekocht. Zonder graat, zonder huid. Zo klaar. En deze zeebaarsfilet laten we weken in een sap wat ook wel leche de tigre, oftewel tijgermelk genoemd wordt. En de ingrediënten vind je hier voor je. We hebben limoen, daar maken we limoensap van. Rode peper om het wat pikanter te maken. Gember, wat natuurlijk ook vol met smaken zit. Knoflook, rode ui en koriander. Laten we van start gaan. Een Peruaans ceviche bestaat uit drie onderdelen. Allereerst de bijgerechten. En daarvoor hebben we tortilla chips, mais, dit kan gewoon uit blik zijn, en last but not least, la papa, oftewel de aardappel. Nou hebben ze in Peru zo'n 3.500 verschillende aardappelen. En er is ook een belangrijk Peruaans gezegde wat als volgt klinkt. Soy más peruano que la papa, wat zoiets betekent als ik ben nog Peruaanser dan de aardappel. 3.500 van deze jongens hebben we. Dat zijn dus de bijgerechten. Dan het belangrijkste gerecht waar het allemaal om draait. Dat is de vis. In Peru gebruiken ze hiervoor de vis corvina, een witvis. En de vis die hier het dichtst bij in de buurt komt, is de zeebaarsfilet. Zonder graat, zonder huid, vandaag gekocht op de markt in Arnhem. Die vis laten we vervolgens onderdompelen in een sap. En die sap wordt ook wel leche de tigre genoemd, oftewel tijgermelk. En tijgermelk bestaat uit de volgende ingrediënten. We hebben limoentjes, we hebben gember, we hebben de Spaanse peper die hem wat pikanter maakt, knoflook, rode ui en koriander. Stap 1. We snijden de zoete aardappel in stukjes. En die gaan we dan vervolgens aan de kook brengen. De zoete aardappel, die snijden we in zulke stukjes. Ik laat de schil er vaak aan. En die gaan we dan vervolgens zo'n 20 minuten laten koken. Dit is echt best wel raar dit, hè? Na de bijgerechten gaan we door naar de leche de tigre. En dat is dus het sap waarin we de vis gaan gaar maken. Daar hebben we de volgende ingrediënten voor. Knoflook, gemberwortel, verse koriander, limoen, Spaanse peper en zout. Goed, we hebben hier dus de knoflook liggen, gember, koriander, de pepertjes. En we hebben de limoen uitgeperst. We gaan nu alles samenvoegen in deze maatbeker. En dat is dus onze leche de tigre, de tijgermelk, waarin we dus straks de vis gaan
leggen en laten garen. Alles gemengd in de maatbeker en dan shaken we hem even. Ruikt wel ongeveer zoals ik, zoals wat ik voor doel had. En ja. Gaan we door naar het laatste onderdeel van de ceviche en dat is dus de ceviche zelf. De vis ligt nog lekker koud in de koelkast. Ik raad aan om die ook goed gekoeld te houden. Gaan we nu door naar het snijden van de eieringen en het fijn hakken van de koriander. En die gaan we dus bij de vis voegen. En dan zijn we bijna klaar. Als we dan eenmaal de uien hebben gesneden tot filterdunne ringen, gaan ze vervolgens hier in deze bak. En daar gooien we dan vervolgens ijskoud water bij. Dit water heb ik in het vriesvak gezet. En dat ijskoude water zorgt ervoor dat de smaak van de uier minder penetrant wordt, maar dat ze tegelijkertijd wel hun knapperige structuur behouden. 5 minuten even laten staan, zet maar even in de koelkast. En dan vervolgens halen we de uieringen uit de koelkast, uit dat koude water. En laten even uitlekken op keukenrol. Zijn we nu aangekomen bij het snijden van de vis. Zoals ik al zei, ik heb de zeebaarsfilet hiervoor genomen. En we snijden de rauwe zeebaarsfilet in blokjes. Dit formaat ongeveer. Volgende stap. We gaan de vis in deze kom doen. En dan voegen we vervolgens een flinke snuf zout toe. Zoiets. En we laten het zout mengen met de vis. We gaan de poriën van open staan. En dan zijn we weer bijna klaar. Laat het zout 2 minuten inwerken en dan is het tijd voor de volgende belangrijke stap. Dat is namelijk het toevoegen van de leche de tigre die we eerder hebben gemaakt bij het gerecht. En die leche de tigre die zorgt er dus voor dat de vis gaar wordt. De leche de tigre toevoegen aan de vis. En dan is het al bijna tijd voor de laatste stap, namelijk het toevoegen van de uieringen en de rode pepertjes met de koriander. Het moment is daar, mijn allereerste ceviche, zelf gemaakt. Buen provecho. Prima. En dan zijn we nu aangekomen bij het favoriete onderdeel van dit kooktutorial. Namelijk het opdienen en het opeten
van deze fantastische Peruaanse ceviche. Dan noemen we het Peruaanse ceviche in het midden van het bord. Dan hebben we hier de zoete aardappel. Die hebben we gekookt en vervolgens in koud water gelegd. De schil heeft losgelaten. Die leggen we ernaast. Een beetje mais. Ook heerlijk. En natuurlijk de tortilla chips. Buen provecho. Eet smakelijk. Proost. Nou, heb jij nou ook een favoriet gerecht in het buitenland wat je graag thuis klaarmaakt? Laat het me dan even weten en tag ons. Hashtag blijf thuis met Sabadi. Eet smakelijk. Zo, mam. Heerlijk. Hoe smaakt dat? Heerlijk. Je allereerste Peruaanse maaltijd? Fantastisch.